We gaan met z'n allen een uitdaging aan om in 21 dagen een jonger en mooiere huid te krijgen. Wij zullen eens laten zien wat we zelf kunnen doen zonder kunstgrepen. Hoe we met het voedingsprogramma kunnen ontzuren. Ik wil graag aan jullie vragen of jullie mij willen vertellen wat jullie motivatie is om dit te gaan doen. Zou jij willen beginnen, Sylvia? Ik ben nu op een leeftijd, 43, dat ik begin te slappen. Dat merk ik echt. Ik heb altijd een moeilijke huid gehad, vrij droog. En vroeger veel was het van acne. Het is een fase in je leven dat je dus al een eind op weg bent. En eigenlijk wil ik het een beetje laten stoppen. Misschien kan ik er zelf iets aan doen. Mijn motivatie is dat ik een ook beter uitzien. En ik wil ook een meer gezonde lifestyle met eten. Ik zie er soms uit, vind ik zelf, dat ik heel ongezond leef. Fale huid, vind ik zelf. En rimpels. Of het van de zorgen komt of van het verdriet, ik weet het allemaal niet. Dan merk ik dat ik nu natuurlijk toch wat meer slapper word, meer lijntjes. Iedereen vroeg ook aan mij, waarom ga jij meedoen? Ik ben preventief. Om inderdaad straks minder werk te hebben om jong te blijven. En ook, ja, ik heb altijd een ongezonde levensstijl, heel druk, drukke baan. Nog een studie erbij, rook, drink. Dus dat zou ik nu eens een maand vol. Spieren die willen gewoon meedoen. Hè? De hamsterwangetjes, daar hebben we geen behoefte aan. De onderkinnetjes hebben we geen behoefte aan. En dat is ook helemaal niet nodig, want die spieren, die willen wel. Die willen gewoon terug naar de oude stand. Als je er niks mee doet, dan gaan ze uitrekken, waardoor die huid ook gaat zakken. Ik ga eerst de wanglift aan jullie voordoen. Je doet je lippen over je tanden. Dan ga je opzij met je wang. En aan de andere kant. Helemaal goed, Lies. Alleen niet met je hoofd draaien. Dus je houdt je hoofd gewoon recht naar voren. Ja? Ja? Nee, je deed hem fantastisch hoor. Alle spieren in je hals worden meegenomen. Dit kan je dus ook in de auto doen. Hè? Dit, alleen even opletten dat niemand je ziet. Hè? Ja. Het is 3 minuten 's morgens of 3 minuten 's avonds. Vooral in die 21-daagse kuur. Maar het is natuurlijk met oefeningen wel zo. Dat moet je vol blijven houden. En als je dat niet doet. Ja, dan gaan de spieren natuurlijk op een dag weer verslappen. Zo werkt het. We gaan de skin breathing doen, de ademhaling voor de huid. Je trekt je ademhaling door tot je buik. Je houdt 5 tellen vast. He, dus je handen op je buik inderdaad. 5 tellen vast. En dan uitademen door je mond. Ik heb een nieuwe start gemaakt. Ik wil nieuwe uitdagingen aangaan. Ja. En ik wil een gelukkige vrouw worden. Helemaal goed. Voelt je huid droog aan? Altijd. Altijd? Ja. Dat betekent dat de zuurgraad uit balans is. Ja. Dus die zuurgraad die moet in balans komen. Okay. Je huidstructuur is mooi, maar er moet wat meer pit in komen. Ja. En we willen dit omhoog, hè? Want daar wil je niet, dat wil je niet langer hebben, toch? Ik verwacht er eigenlijk van dat ik gewoon lekker in mijn vel ga zitten, ja. Meer energie zal krijgen. Ja. En natuurlijk erbij dat mijn gezicht wat, ja, een soort lifting krijgt, een natuurlijke lifting. Wat straffer, wat sprankelender, want ja, het is toch een beetje faal. Het gaat allemaal wat hangen nu ik wat ouder ben. Uh,
En jij moet aan de, ja, aan de tomaatjes en aan de augurk, of nee, de komkommer, de komkommer, de worteltjes. Daar moet jij aan. Geen van mij. Helaas. Ze kan je heel mooi snijden. Oké, dat eet je heerlijk gezond. Gaat het goed? Helemaal niet, gaat hartstikke goed. Ja? Absoluut. En hoe heb je het ervaren deze week? Deze week is voor mij gewoon echt een heel nieuw leven eigenlijk. Want echt normaal eet ik op een heel andere manier, andere ingrediënten. Ik heb een heleboel laten staan. Ja. En het gaat me eigenlijk erg goed af. Ja. Echt heel erg goed. Ik hou me ontzettend goed aan, aan alles. Hoe gaat het met vitamine C? Is dat goed te doen? Makkelijk. Het is een beetje zuur. Ja. Dus nee, het is perfect te doen. Oké, okay. Goed. En de andere pillen gaat ook goed, hè? Gaat makkelijk. Capsules zijn gewoon klein, zijn niet te groot. Ja. Gaat gewoon in één slok nemen dat naar binnen en je bent klaar mee. De appeltjes hebben gehad. Ja. Dus iedereen moet dan even een shakeje en dan zeker. Ja. En dan heb ik het idee dat ik er nog veel meer rimpels bij krijg en dat ik niet terugtrek. Nee, natuurlijk, begrijp ik. Het gaat erom dat je het snel achter elkaar doet. Dus we gaan die voorhoofd, die spieren die over het voorhoofd lopen, die gaan we kort maken. Dus we doen zo, gebaat en terug, gebaat en terug. Je bent die spieren aan het versterken, dus je kunt nooit rimpels ervan krijgen. Maar je moet wel terug, je moet niet in de verbaasde toestand blijven staan. Het kan echt geen kwaad. De spiertjes die hierboven op je voorhoofd lopen, die moeten kort worden. En doordat ze kort worden, wordt je voorhoofd gladder gemaakt. Maar je moet je gezicht recht voor je houden. Jij gaat met je gezicht mee. Ja. Maar dat moet je niet doen. Je moet echt, hou je vingers maar op je kin. Ik denk, misschien heb dat ik een is hulp, voor jou een goeie. Hulpje nodig. Ja, perfect. Nou, die doe je helemaal. Die ligt ja, op mijn bed. Ja, die ligt bij het beste. Ja, die is goed. Ja, die is maar die doe je perfect. Maar nu heb ik ook zoiets van dat je me gerustgesteld hebt van dat ik dat gewoon door kan doen. En dat ik er nog wat meer extra moet oefenen. Ja, en die je moet gewoon echt en dan ook eventjes goed in de spiegel kijken wat je aan het doen bent. Zo, dat gaat gewoon. We hebben 3 weken, 21 dagen hebben we deze kuur gedaan. En zo naar jullie te kijken ziet het er gewoon allemaal geweldig uit. Ik wil gewoon echt nu even van jullie horen hoe jullie het zelf ervaren hebben. Sylvia, wil jij vertellen hoe je het ervaren hebt? Het was grandioos. Het was zo fijn. Ik ben zo mezelf tegengekomen en eigenlijk herboren eruit gekomen. Een ander mens. Ik ga nu zoeken naar snoep. En ik voel me goed, ik voel me fit en ik ben met mezelf bezig. Ik kan makkelijker nee zeggen, kader wat meer af. Komt allemaal door die 21 dagen en jij ook bedankt.
Zeg, Bianca, hoe is dat met het roken gegaan? Nou, heel goed. Ik heb niet gerookt. Nee. Eigenlijk ook geen behoefte gehad. Waar achter moeilijke momenten zoals roken was voor mij ontspanning eigenlijk. Dus op het werk even naar buiten gaan, sigaretje dan weer terugkomen en dan weer verder gaan. Ja, thuis natuurlijk ook met de kinderen. Echt voor mij een rustmoment. Maar nu zet ik tape. Voordat ik wel na 3 weken zal ik dit niet gaan missen, mijn wijntje op de tijd. Maar ik moet zeggen, ja, het is inderdaad heerlijk om zo bezig te zijn. En naarmate elke dag voorbij gaat met zulke goede dingen te eten en zo bewust te eten, ja, bewust bezig te zijn, lijkt het wel of het steeds makkelijker wordt. En ja, ik heb bij etentjes gegeten waar iedereen in de wijn zat en het deed me, ja, ik vond het prima om aan het water te zitten. Ja, en inderdaad de maskers en... En wat vonden jullie van het forum? Nou, dat was geweldig. Als iedere dag weer even kijken en leren van elkaar, ja, elkaars ervaringen. En ja, ja, dat was echt heel fijn. Ik vond het wel verwonderen. Waardoor je het ook makkelijk op moeilijke momenten weer beter doorheen kan. Ja. Omdat je weet dat die ander ook staat te oefenen en te produceren en te wijntje. Ja, dat was dus echt een stok achter de deur, dat voor mij. Ja. Namelijk het lezen, de maskertjes. Ja, iedereen was bezig. Dat zou eens, iedereen is met iets bezig, dus ja, waarom ga ik nu roken? Ja. Of waarom ga ik nu een wijntje drinken? Ja. En het voedingsprogramma mag je ook altijd volhouden. Het is niet zo dat je zegt van, dit is een crash dieet. Nee. He, dat mag je maar zo kort doen. Dit kan je levenslang doen als je het zou willen. Maar ik heb zo de indruk van jullie dat jullie eigenlijk allemaal wel zoiets hebben van, nou, ik ga toch met bepaalde dingen door. He, en ja, de strenge dingen, die kan je natuurlijk gewoon wat minder streng maken. Maar zo streng was het allemaal niet bij al met al. Ik wil jullie gewoon heel hartelijk bedanken voor het feit dat jullie hier met ons deze uitdaging zijn aangegaan. Ja, jou ook. Toen je je aanmeldde, toen zei je van, ik wil 5 kilo afvallen. Ik wil een nieuwe look en een nieuwe start. Ik ben 4,5 kilo afgevallen. Nou ja, geweldig. En dat voelt al helemaal fantastisch. Ja. En ik wil een nieuwe look. Nou, ik heb nu een nieuwe look. Ja, je ziet er geweldig uit. En dat is, dat voelt ook heel erg goed. Ja. En die nieuwe start, ja, dat heeft allemaal geleid tot een nieuwe start. Ja. Dit Want is gewoon... je hebt een nieuwe baan. Ook een nieuwe baan. Ja. Ja. Dus het is een periode van allemaal nieuw en anders. Ja. Maar deze 3 weken, die hebben dat wel in gang gezet. Ja. En het resultaat daarvan overstijgt mijn verwachting. Ja? Ja. Dus ik voel me heel erg goed.